Goedenavond, welkom bij Opgelicht, het programma dat duistere zaken aan het licht brengt. Met vanavond onder andere meesteroplichter Henny B., een charmeur, steeds op zoek naar nieuwe vriendinnen. Maar uiteindelijk verliezen die allemaal hun hart en hun geld. Henny heeft mijn leven echt helemaal kapot gemaakt. Verder komen we terug op de zogenaamde tientjestruc. Na onze vorige uitzending bleek pas goed hoeveel mensen er als slachtoffer van werden. Mevrouw, u laat een tientje vallen. Oh? Weet u? Hij vindt de tas. Weet u zeker dat het voor mij is? Ja, absoluut, tuurlijk. Ja, hij is voor u. Oh? Ik had het zelf niet eens gemerkt. Bedankt, hè? Maar aan de tientjestruc gaat de politie nu eindelijk wel wat doen. De vraag is of dat ook geldt voor de nieuwste trend, de eurotruc. In de laatste maanden van de gulden maken vindingrijke oplichters misbruik van onduidelijkheden die nog bestaan rond de overgang naar de euro. Vooral veel ouderen worden de dupe. Ik durfde 's avonds amper naar bed. Ik heb de halve nacht opgezeten. Ik ben nog bangelijk geworden. Hoor. Als ik naar bed ga, ben alle deuren op slot. Ik ben nog bang. De komst van de euro is voor vindingrijke oplichters een prima aanleiding om nieuwe trucs te verzinnen. Blijkbaar zijn er nog altijd veel onduidelijkheden rond de invoering van de euro. Vooral veel ouderen blijken het risico te lopen slachtoffer te worden van de zogenaamde eurotrucs. Want als je dat nou in de krant leest, denk je dat gebeurt mij niet. Maar zo stiekem weg gebeurt het je wel. Dat heb je dan. Het lijkt een dag zoals alle anderen voor de 82-jarige mevrouw Ter Hofstede uit Venhuizen. Maar hoe anders zal het lopen? Rond het middaguur meldt zich een bezoeker. Het was eind mei, 25 mei om precies te zijn. En toen werd er gebeld onder de middag. En ik deed de deur op en toen stond er een jonge meneer. Hij zag er heel keurig netjes uit. Die stond voor de deur en hij zei: ik werk samen met de thuiszorg, maar ik ben medewerker van de Rabobank. En ik kom, we hebben invalide mensen uitgezocht en dan komen we het pasje verzorgen. Ja, ik wilde even praten met u praten over de bank namelijk. Mag ik binnenkomen? Dat is. De jonge man, die zich voordoet als een medewerker van de Rabobank, vertelt haar dat door de invoering van de euro haar pinpasje euro klaar gemaakt moet worden. Wanneer de bank die mensen kan helpen, is het natuurlijk veel beter als dat u zelf helemaal naar de bank moet gaan. En straks... Mevrouw Ter Hofstede weigert haar pasje mee te geven en vraagt de man zich te identificeren. Er stond het teken van de bank op en dat die medewerker was van de bank Zwaagdijk Oost. Stond er allemaal op. Ja, dan ga je het een beetje geloven. Maar mevrouw Ter Hofstede twijfelt nog steeds en wil contact opnemen met haar bank. Maar ze beseft dat die tussen de middag is gesloten. De man weet een oplossing en biedt aan zijn baas te bellen. De baas belt mevrouw terug en geeft uitleg over de werkwijze van het omzetten van het pinpasje. Als hij het anders kent, moet hij dat pasje maar meenemen. Hij zei, u mag gerust uw pasje niet geven met uw nummer, maar dan kan u niet meer pinnen. Hij zei, we doen dat expres voor de invalide mensen. De bejaarde dame is overtuigd en geeft haar pinpasje en de code aan de man mee. Hij belooft het pasje enkele dagen later terug te brengen. Ik moest toch geld weer in huis hebben. En ik denk, geef het dan maar mee. Toen was hij ook gauw weg, hoor, dat hij het eenmaal had. Was hij zo weg. Nog steeds koestert mevrouw Ter Hofstede geen argwaan.
Die middag neemt ze contact op met haar bank en hoort dat er iets heel anders met haar pasje is gebeurd. Ik heb om 2:30 direct mijn bank gebeld. En ik zeg, zit mijn pensioen er al op en zit mijn vakantiegeld er al op, want dat vang je in mei. Ja, maar u hebt het direct weer uitgegeven in Horen. Heb u gepind op de veemarkt? Dus nou, ik kan niet heel met mijn invalide wagentje in Horen komen, dus dat is niet gebeurd. Nou, mevrouw, dan bent u genept. Een medewerker van de bank vertelt haar dat er een bedrag van 2500 gulden is afgeschreven. Mevrouw ter Hofstede is het slachtoffer geworden van de eurotruc die het afgelopen jaar veelvuldig werd toegepast. De man die zich voordoet als medewerker van de bank is dat in werkelijkheid natuurlijk niet. Het zogenaamde euro klaarmaken van de pas zou een service zijn voor invalide mensen, aangeboden door de bank en de thuiszorg. De eventuele twijfel van het slachtoffer wordt weggenomen door de legitimatie van de man. Dat goed lijkende bewijs is in werkelijkheid op de computer gefabriceerd. Als de oudere dame nog steeds twijfelt, biedt de man aan zijn baas te bellen. Die baas is in werkelijkheid een handlanger. Hij belt mevrouw terug en probeert haar over te halen haar pinpasje mee te geven. De handlanger wacht even verderop in een auto. Oké, bedankt. Doei. Door het telefoontje en de gedachte dat ze anders niet meer zal kunnen pinnen, is het slachtoffer overtuigd en geeft het pasje mee. Korte tijd later wordt de rekening van de bejaarde dame geplunderd. Opmerkelijk is hoe gedetailleerd de truc is voorbereid. De man kent de medische achtergrond van mevrouw en weet bij welke bank ze klant is en dat die tussen de middag is gesloten, waardoor het toeslaan een stuk makkelijker is geworden. Mevrouw ter Hofstede is niet het enige slachtoffer van de eurotruc. In de kranten staan de laatste tijd regelmatig berichten over deze vorm van oplichting. De truc heeft een diepe indruk achtergelaten op het slachtoffer. Ik durfde 's avonds amper naar bed. Ik heb de halve nacht opgezeten. Ik ben nog bangelijk geworden. Hoor. Als ik naar bed ga, ben alle deuren op slot. Ik ben nog bang. De banken zijn officieel niet aansprakelijk voor de schade. Dat is zuur voor de slachtoffers. Zoals het ook zuur is dat er tot nu toe nauwelijks daders werden gepakt. Maar er is onlangs verandering in gekomen toen een man werd aangehouden die bekende dat hij de truc in Utrecht en Noord-Holland heeft toegepast. Of het de persoon is die ook mevrouw ter Hofstede heeft opgelicht, dat is nog onduidelijk. De afgelopen weken ontvingen wij, evenals Stichting de Ombudsman, veel brieven over express tours en packages. Het bedrijf stuurt momenteel brieven rond met een opmerkelijk aanbod. De eerste 5000 personen die reageren krijgen een gratis 5-daagse busreis naar Venetië. Dat klinkt aantrekkelijk, maar als de prijswinnaars hun felicitatiebrief ontvangen, blijken er nogal wat haken en ogen aan te zitten. Het gaat namelijk nadrukkelijk om een éénpersoonsreis. Je verblijft daarbij in een tweepersoonskamer, wat inhoudt dat je een kamer, en met een beetje pech zelfs een bed, deelt met een wild vreemde. Het is wel mogelijk om een éénpersoonskamer te krijgen, maar daarvoor moet je bijna 250 gulden bijbetalen. Een bekende meenemen, dat mag ook, maar dat kost zelfs bijna 700 gulden. En dit is niet het enige. Er worden namelijk ook geweldige excursies beschreven, maar ook die moet je zelf betalen. Net als Stichting de Ombudsman beschouwen wij dit als misleiding. Een prijs winnen is leuk, maar waarschijnlijk zal bijna niemand van de 5000 gelukkige winnaars echt gratis op reis gaan. En dat weet Express Tours en Packages natuurlijk ook best.
In het vorige seizoen besteden we op verzoek van de Consumentenbond aandacht aan de rentecontroledienst. Dit bedrijf belt mensen op om een lening aan te bieden, maar het telefoongesprek lijkt alleen bedoeld om privacygevoelige informatie van mensen los te krijgen. De Consumentenbond wil consumenten tot voorzichtigheid manen om met dit soort bedrijven in zee te gaan, zeker als je niet het bedrijf kent. Bij de rentecontroledienst is het zo dat ze consumenten bellen en vragen naar hun kredieten. Als de consument vervolgens vraagt van goh, mag ik u eens terugbellen of kunnen we een afspraak maken, dan geeft de rentecontroledienst niet thuis of ze hangen zelfs op. En dat is natuurlijk toch een beetje een vreemde zaak. En de Consumentenbond waarschuwt opnieuw voor dit soort praktijken. De afgelopen tijd zijn meerdere bedrijven actief onder de naam Nederlandse Financieringsmaatschappij, Renteadviesdienst, Qua Raad, Kredietwijzer of Vereniging Krediet Veilig. Ook deze bedrijven vragen telefonisch naar uw financiële situatie. Wat er vervolgens met die gegevens gebeurt, is onduidelijk. Ook zijn er bedrijven die aanbieden een huidige lening over te nemen tegen een voordelige rente. Dit terwijl je helemaal geen lening hebt lopen. Ons advies zal duidelijk zijn. Wanneer u door een van deze instanties wordt gebeld, gooit u dan gewoon de hoorn op de haak. Liefde maakt blind. Een spreekwoord dat voor iedereen vroeg of laat wel eens opgaat. Maar dat liefde je financieel compleet te gronden kan richten, heeft Audrey van der Broek op een zeer pijnlijke manier moeten ondervinden. En die heeft mijn leven echt helemaal kapot gemaakt. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n man ontmoet die zo gewikst is om mensen echt financieel gewoon kapot te maken. Het is voorjaar 2000. Na een gestrande relatie zoekt Audrey van den Broek afleiding. Om de problemen omtrent haar relatie te vergeten, belt ze naar Bubbleboxen. Al snel zoekt ene Henny B. contact met haar. Hij lijkt erg gecharmeerd van Audrey, want ze ontvangt vrijwel dagelijks berichten van hem op haar antwoordapparaat. Wanneer ze hem terugbelt, klikt het direct tussen de twee. Nou, op een gegeven moment vertel je je verhaal een beetje, in wat voor situatie je zit en dat je het moeilijk hebt. Daar ging hij op in. Hij adviseerde mij bepaalde dingen die ik moest doen. Dus ik moest bij mijn ex-vriend weggaan. Dat soort dingen eigenlijk. Na 2 maanden telefonisch contact wil Henny Audrey graag ontmoeten. Hij stelt voor af te spreken op het station van zijn woonplaats Almere. Ja, is goed. Tot morgen. Doei. Als Audrey de volgende dag arriveert, is ze erg benieuwd naar de man die zo van haar gecharmeerd is. Hey. Hallo, ik ben Audrey. Ja, dat klopt. Ik ben Henny. Ja, leuk. Leuk je hem nou zo weg ontmoeten. Ja. Wanneer ze hem ziet, valt ze direct als een blok voor hem. Hij was lief en ik had een gevoel van wat overkomt me nu en dat iemand zo geïnteresseerd in mij was. Dat gevoel, dat vond ik op dat moment belangrijk. Dat had ik op dat moment ook nodig. Audrey en Henny beginnen een relatie en al snel trekt ze bij hem in. Ook gaat ze op Henny's uitdrukkelijk verzoek voor zijn tapijt- en interieurleasebedrijf werken. Audrey denkt in Henny de ideale man te hebben gevonden. Iedere dag schreef hij een liefdesbrief voor mij, kaartjes. Ik kreeg bloemen van hem. Als ik verdrietig was, dan kwam hij naast me zitten. Hij sloeg zijn arm om me heen. Hij luisterde naar mij. En dat zijn allemaal dingen die ik in mijn relatie toen de tijd niet had. En dat deed mij op dat moment heel erg goed. Ja. Luister, Audrey. Ik zou het zien. Vrij kort nadat ze samenwonen, doet Henny een bijzonder verzoek aan Audrey. Hij heeft geld nodig, maar kan zelf niets lenen omdat hij een negatieve BKR-registratie op zijn naam heeft. Hij vraagt of Audrey het geld voor hem wil lenen. Ik zou het zeer waarderen als je mij zou kunnen helpen. Oké. Okay. Hij woonde in een penthouse hier in Almere. En hij kwam toen inderdaad al vrij snel
dat hij nog betalingen binnen moest krijgen van bedrijven en klanten. Maar dat kwam wat later allemaal. Maar hij had in die tussenperiode had hij wat geld nodig om dat te betalen. En nou, dat kwam voor mij allemaal toch wel over. Ik vertrouwde het allemaal wel. Ik ben toen een lening aangegaan voor hem. De lening van 50.000 gulden staat op Audrey's naam. Maar Henny belooft zorg te dragen voor de aflossing. Om haar vertrouwen te winnen maakt Henny een contract op dat door Audrey wordt ondertekend. De relatie gaat nog steeds goed. Henny overlaat Audrey met cadeautjes en geeft haar het gevoel dat ze de prins op het witte paard eindelijk heeft gevonden. Nadat ze een half jaar samenwonen, stelt Henny voor samen een huis te kopen in België. Het gaat om een prachtige vrijstaande villa in het Belgische Hechtel-Exel. Hij kwam naar mij toe dat hij een huis op het oog had in België. En hij vroeg aan mij of ik mee wou gaan om te gaan kijken. We zijn toen samen gegaan naar het huis wezen kijken. Nou, ik vond het ook een heel mooi huis. En binnen 3 weken heeft hij eigenlijk geregeld om dat huis te kopen. Ze besluiten samen een hypotheek te nemen en het huis op hun beider naam te zetten. Bij een Belgische bank wordt de hypotheek afgesloten. Dus we gingen naar de bank toe voor de hypotheek. Om de hypotheekstukken te ondertekenen. Dat ging allemaal vrij snel. Voor mij was het ook allemaal heel onduidelijk hoor. Omdat het zo snel en makkelijk ging. Henny bleek van tevoren al gesprekken gehad te hebben waar ik niet bij geweest ben. De stukken voor de hypotheek die zijn ondertekend. En daarna moesten we naar de notaris toe. En daar ging het helemaal mis bij de notaris. Alsjeblieft, onderaan tekenen en paraferen. De notaris overhandigt Henny en Audrey de koopovereenkomst. Ze zetten hun handtekening onder de verbintenis. Het bewijs dat ze beide voor de financiering verantwoordelijk zijn. Daarna legt de Belgische notaris het eigendomsbewijs op tafel, zodat ook dat getekend kan worden. Dan gebeurt er iets totaal onverwachts. Die hoef je niet tegen. Vervolgens werd het naar mij toegeschoven. Maar door Henny werd het weer voor mijn neus weggetrokken. En die zei, dit moet jij niet ondertekenen. Nou, en toen werd bij mij alles zwart. Audrey is zo verbouwereerd door de reactie van haar vriend dat ze niets kan zeggen en alle overige papieren netjes ondertekent. Maar daarna beseft ze dat er iets helemaal mis is. Daarna zijn we met z'n allen naar een café gegaan en toen heb ik dat op tafel gegooid, wat er aan de hand was en waarom ik niet op het eigendomsbewijs stond. En de makelaar kaartte dat ook aan, waarop Henny weer zei, nou, ik ga nu naar de notaris toe, want er is een fout gemaakt. Henny is toen 5 minuten weg geweest en kwam terug met het verhaal dat wij een week later daar weer naartoe moesten gaan. Een week later zitten Audrey en Henny dus opnieuw bij de notaris. Waarom staat mijn naam niet op de koopovereenkomst? De notaris antwoordt dat hij van Henny opdracht heeft gekregen om het huis alleen op zijn naam te zetten. Audrey zegt dat de notaris haar daarvan op de hoogte had moeten stellen. De notaris zegt ook dan dat hij dat gedaan heeft, dat hij een fax verstuurd heeft. Dat is ook achteraf gebeurd hoor, maar die fax is alleen bij Henny terechtgekomen, niet bij mij. Henny heeft mij gevraagd alleen zijn naam op de koopovereenkomst te vermelden. Henny ontkent dat in alle toonaarden. Het dringt langzaam tot Audrey door dat haar vriend niet is zoals hij zich al die tijd heeft voorgedaan. Voor mijn gevoel was dat heel moeilijk om te geloven dat hij mij toch wel opgelicht had. Het was heel tegenstrijdig. Het enige moment dan had ik het gevoel van het kan niet waar zijn, omdat hij toch al die dingen voor mij gedaan heeft. Het andere moment had ik het gevoel van ja, hij heeft het wel gedaan. En het was meer om het feit omdat ik op een gegeven moment ook steeds meer achter bepaalde dingen uit zijn verleden kwam. Henny B. houdt nog veel meer achter voor zijn vriendin. Langzaam ontrafelt Audrey steeds grotere geheimen rondom haar eens zo charmante vriend. Wanneer Audrey korte tijd later post krijgt, doet ze een vreselijke ontdekking.
Ze krijgt een brief van haar creditcardmaatschappij waarin staat dat er een bedrag van maar liefst 10.000 gulden openstaat. Ze neemt direct contact op met het bedrijf. Op een gegeven moment kreeg ik dus te horen dat er een auto geleased was bij een bedrijf hier in Almere. Dat er betalingen vanuit een hotel gedaan zijn. Dus ik ben op een gegeven moment die gegevens heb ik opgevraagd bij dat autobedrijf in Almere. Een hotel in Hilversum. Daar kreeg ik dus te horen dat er inderdaad een auto geleased was voor een aantal maanden. Audrey kan haar oren niet geloven. Ze heeft zelf niet eens een rijbewijs en kan dus onmogelijk een auto op haar naam huren. Het kan niet anders dan dat haar vriend haar handtekening heeft vervalst en in het geniep haar creditcard heeft gebruikt. Toen ik dat op dat moment hoorde, kon ik dat even niet geloven. Ik denk, dat kan niet. Het werd op een gegeven moment allemaal te veel. Al die informatie die ik kreeg te horen, al die dingen die door me heen gebeurden, dat werd op het moment even te veel. Wanneer Henny thuiskomt, confronteert Audrey hem direct met haar schokkende bevindingen. Henny reageert geschrokken. Hij geeft toe dat hij inderdaad haar creditcard heeft gebruikt, maar hij belooft alles terug te betalen. Ze moet alleen wat geduld hebben. Maar Audrey is het vertrouwen in haar vriend volledig kwijt en gaat op onderzoek. Ze doorzoekt zijn papieren en belt rond om meer over Henny te weten te komen. Ze ontdekt dat er meer vrouwen zijn die hun geld hebben afgestaan. Een van die vrouwen is Karin, een voormalig werknemster van Henny B. Hij had 50.000 gulden nodig. De eerste instantie was het 10.000 gulden en het werd steeds meer. Hij kon geen financiering afsluiten. Dus hij vroeg op een gegeven moment of hij het op mijn naam wou zetten. Karin sluit een lening af van 50.000 gulden en geeft het geld direct aan haar werkgever. Maar dan krijgt ze een telefoontje van Audrey die haar vertelt dat Henny de boel oplicht. Karin gaat direct verhaal halen bij Henny. Nou, ik belde hem en toen zei hij dus van, ik betaal het je terug als je maar geen advocaat inschakelt. Want dat dreigde ik dus mee. Want als je afspraken niet nakomt, ja, dan ga ik gewoon naar advocaat en dan zorg ik gewoon dat ik andere maatregelen ga nemen. Uiteindelijk zou Karin niets van de 50.000 gulden terugzien. Dankzij Henny B. zit ze nu in grote geldproblemen. We moeten wel afspraak maken. Ik heb nog nooit in mijn leven een lening gehad, dus dit is gewoon vreselijk. Ik ben nog maar 25 en om 750 gulden elke maand neer te tellen is gewoon hartstikke veel geld. Na alles wat Audrey te weten is gekomen over de oplichtingspraktijken van Henny, gaat ze zo snel mogelijk bij hem weg. De lening van 50.000 gulden. Hij heeft mijn creditcard gebruikt voor 10.000 gulden. Daarnaast heb ik nog mijn eigen geld erin gestoken, wat ik nog had van mijn werk. Dus dat is ongeveer ook 10.000 gulden. Henny heeft haar in totaal voor ruim 70.000 gulden opgelicht. Verder heeft hij veel kleding verscheurd en Audrey sieraden ontvreemd. Aan haar sieraden is ze erg gehecht en Audrey probeert die terug te halen. Terwijl een vriend in de auto op haar wacht, voltrekt zich een drama. Wat moet je? Ik wil sieraden terug. Hou wie hier terug? Auw, 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 klootzak! Henny heeft Audrey zo hardhandig aangepakt dat ze zich in een ziekenhuis moet laten behandelen. Toen wij onderweg waren naar het ziekenhuis, toen, dat was voor mij even een heel emotioneel moment. Het deed mij vooral pijn dat het allemaal zo ver heeft moeten komen. En dat op een gegeven moment toch, als je je eigen sieraden op wil gaan halen, dat er toch een vechtpartij ontstaat. Dat doet pijn. Meesteroplichter Henny B. gaat vrijwel altijd op dezelfde manier te werk.
via babbelboxen zoekt hij contact met jonge meisjes en begint een relatie met hen. In alle vertrouwen sluiten zij korte tijd later een lening voor hem af. Henny betaalt het geld echter nooit terug. En wanneer de grond te heet onder zijn voeten wordt, slaat hij op de vlucht. Op zoek naar een volgend slachtoffer. Opgelicht komt erachter dat Henny B. nog veel meer ellende aanricht. Henny B. doet zich voor als een succesvol zakenman. Maar in de afgelopen jaren heeft hij maar liefst 9 bedrijven laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel, die allemaal weer zijn ontbonden of opgeheven. De Kamer van Koophandel waarschuwde haar leden vorig jaar zelfs voor de handelsactiviteiten van Henny B. Ook zakelijk gezien hebben verschillende mensen nog geld te goed. Zo krijgen de verhuurders van een penthouse nog 10.000 gulden huur en wachten enkele banken ook nog op flink wat geld. Verder zijn vele deurwaarders en incassobureaus inmiddels op de hoogte van de praktijken van de oplichter. Ook voor de politie is Henny geen onbekende. Al vanaf 1992 staat hij in hun bestand wegens oplichting. In de afgelopen jaren is hij maar liefst 5 keer opgepakt wegens verduistering en oplichting. Ook Audrey werd daar uiteindelijk het slachtoffer van. Hij moet gewoon beseffen wat hij mensen aandoet. En dat hij gewoon niet door moet gaan met waar hij nu mee bezig is. En dat hij gewoon op een normale manier zijn geld moet gaan verdienen. En gewoon niet nog meer slachtoffers maken dan dat hij al gedaan heeft. Hij beseft zelf niet wat hij mensen aandoet. Audrey is niet de enige wiens leven hij heeft geruïneerd. Ik ben in contact gekomen met een vrouw ook die 8 jaar met hem samengewoond heeft. Zij is op een gegeven moment naar een blijven mijn lijfhuis gegaan, omdat zij op een gegeven moment gek werd van alle deurwaarders die voor de deur stonden. Alles werd afgesloten, gas en licht, allemaal schuldeisers. Zij heeft op een gegeven moment door zijn toedoen ook in een gevangenis gezeten, 3 dagen... omdat hij ook een creditcard gebruikt had. Opgelicht besluit Henny B. om opheldering te vragen. We reizen af naar België om de oplichter zelf in de ogen te kijken en hem te vragen waarom hij jonge vrouwen op zo'n doortrapte manier geld afhandig maakt. Officieel woont hij nog in het huis in België dat hij en Audrey samen hebben gekocht. Onze verslaggever belt aan. Maar Henny B. geeft niet thuis. Een paar weken later brengen we hem opnieuw een bezoek en tot onze verbazing treffen we het huis in een andere staat aan. Onbekenden hebben zijn muren en ramen op grove wijze beklad. En Henny heeft zich volgens de buren in geen tijden laten zien. Het lijkt erop dat de meesteroplichter wederom spoorloos is verdwenen. Nou, ik vind Henny een grote klootzak die alleen maar mensenlevens kapot maakt en het zelf niet eens beseft. Ik haat hem. Ja. Na alles wat hij mij aangedaan heeft. Ja. Henny B. heeft dus, zoals veel oplichters, het hazenpad gekozen. Bij ons in de studio, gedupeerde Audrey van den Broek. Hartelijk welkom. Je maakte net in het filmpje de optelsom dat je 70.000 gulden erbij ingeschoten bent. Maar hoe zit het met de hypotheek die jullie samen hebben afgeschoten? Heb ik vorige week de eerste brief van binnen gekregen dat ik moet gaan betalen. Iedere dag dat ik niet betaal, komt er een boete bovenop. Dus dat is nog een extra bedrag erbij op? Ja, ja. Het gaat een totale hypotheek van 6 ton. Ja. Ja. Hoe ziet je financiële situatie er op dit moment uit? Niet goed. Op het moment, ik heb ook geen werk. En veel schuldeisers die ik moet gaan betalen. Ja. Die ik op het moment niet kan betalen. Ja, wij hebben bemiddeld met de financieringsmaatschappij die 50.000 gulden geleend heeft. En dat is redelijk positief uitgepakt. Ja, die hebben ze mij inmiddels kwijtgescholden. Dus dat is voor mij al een hele grote opluchting. Ja. Ja. Is tenminste iets. En dat geldt ook voor Karin uit het filmpje. Die moet nu 50 gulden per maand gaan betalen in plaats van 750 gulden per maand. Heb ik begrepen. En dan over een half jaar gaan ze kijken of er ook kwijtgescholden gaat worden. Heb je nog contact met Henny? Nee, sinds 2 maanden niet meer. Sinds hij spoorloos is. Geen contact meer. Ik hoor niks meer. Heb je enig idee waar hij kan zitten? Ik vermoed dat hij in Spanje zit.
Hij praatte vrij veel over Spanje. Ja, dat is eigenlijk het enige land waar hij nog naartoe kan gaan. Ja. Dat is daar, ja. Bovendien heeft hij een cursus gedaan. Ja, hij heeft een spoedcursus Spaans gedaan. Daar ben ik ook achter gekomen. Ja, de kans dat hij in Spanje zit is vrij groot. Ja. Waar zouden mensen hem daar aan kunnen herkennen? Aan een Mercedes cabriolet. Die heeft hij geleased in België, ook nooit betaald. Met een Belgische kenteken. Hij heeft je leven behoorlijk kapot weten te maken. Ja. Lukt het om het weer een beetje op te bouwen nou? Ik ben er hard mee bezig. Het is moeilijk. Maar ik doe mijn best. Harde les geweest, hè? Ja, een hele harde les. Dank je wel voor je komst naar de studio. Oké. Okay. Aan het einde van het vorige seizoen besteden we aandacht aan Jean-Marie K., de meesteroplichter die actief was in de paardenhandel. In die handel gaan enorme bedragen om en K. wist daar handig misbruik van te maken. Dierenarts Frank Kouwenberg raakte door zijn toedoen zelfs 100.000 gulden kwijt. Dit zijn quarter horses, van oorsprong voor cowboys gefokte wendbare Amerikaanse paarden. Frank Kouwenberg, rijksdierenarts in België, is er een groot liefhebber van. In juni 1993 leert Kouwenberg Jean-Marie K. kennen. K. doet zich voor als een zeer vermogend paardenhandelaar. Het ziet er allemaal heel goed uit, meneer. Jean-Marie. Kouwenberg behandelt regelmatig de paarden van K. en wordt altijd op tijd betaald. Na verloop van tijd doet Jean-Marie K. hem een zakelijk voorstel. Voor zo'n 100.000 gulden kan Kouwenberg investeren in een aantal succesvolle, in Amerika op stal staande quarter horse hengsten. Kouwenberg heeft daar wel oren naar. Waar is het precies? Texas. Kouwenberg trekt K. na bij de gemeente. Daar staat hij goed bekend als investeerder. Kouwenberg maakt geld over en gaat naar Amerika om zijn investering te bekijken. Maar daar loopt het allemaal heel anders dan verwacht. En het is toen, werd door mij de vraag gesteld, hoe zit dat met Lena Sugarman en die aandelen? En toen bleek dat meneer Jean-Marie helemaal geen aandelen had. Ja, op die moment is er een donderslag bij klaarlichte dag, bij wijze van spreken. En ja, voelde ik direct aan dat ik was opgelicht en dat dus de zaak niet klopte. Kouwenberg komt erachter dat de paarden geen eigendom zijn van K. Na terugkeer in België is K. met de Noorderzon vertrokken. Een jaar later duikt K. weer op. Kouwenberg zit hem vanaf dat moment op de hielen. K. tekent in 1997 een schuldbekentenis, maar hij slaagt er steeds opnieuw in om uit handen van zijn schuldeisers te blijven. Kouwenberg blijkt bepaald niet de enige die nog geld te goed heeft. Afgelopen zomer kregen we het bericht dat K. zou inwonen bij een dame in een plaatsje in Zuid-Limburg. Opgelicht wilde hem gaan vragen waarom hij zijn schuldeisers niet betaalt. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben op zoek naar de heer. Waar is het voor? Ik wil hem graag een aantal vragen stellen. Is hij aanwezig? Ik weet niet. Ik weet niet wat u bedoelt. Ja, ik wil graag de heer een aantal vragen stellen over quarter horses. Over? Quarter horses. Ja, dat kan eigenlijk niet op dit moment. Mag ik vragen waarom niet? Hè? Mag ik vragen waarom niet? Nou, daar hebben we zo onze reden voor. Want wij zijn namelijk van de Nederlandse televisie en... En u heeft gewoon de heer Kouwenberg opgelicht. En nog heel veel andere mensen. Oh, ik niet hoor. Nee, maar u, maar de heer wel. Dus daarom wil ik graag de heer spreken. Moet je bij de advocaat zijn. En wie is die advocaat? Nee, bij de politie moet je zijn. Een simpel antwoord van u vind ik al voldoende. Als u alleen maar zegt waar het geld gebleven is en waarom u het gedaan heeft. Waarom u mensen er niet terugbetaalt. Ik ben ervan overtuigd dat al die gelden nog altijd beschikbaar zijn. Dat die ofwel in Zwitserland of in Andorra of gelijkwaar staan, maar dat die beschikbaar zijn. Dus en ik hoop dat hij vroeg of laat mij toch zal terugbetalen.
K. blijft zich dus verstoppen. Ondanks vele toezeggingen en zelfs een gerechtelijke veroordeling hebben de schuldeisers nog altijd geen cent gezien. Maar Frank Kouwenberg heeft aangekondigd dat hij K. niet meer zal loslaten. Hij weet voorlopig in ieder geval weer waar hij hem met zijn aanmaningen kan bestoken. Vorige keer lieten we u zien hoe u zich kunt wapenen tegen de tientjestruc die de afgelopen maanden veel wordt toegepast in stationshallen. Die reportage maakte veel los. Een korte samenvatting van de truc en de gevolgen van onze uitzending. Ik ben erin getrapt. Het was helemaal niet zo'n aardige man. Het was een grote oplichter. De schrijfster Rita Meilwijk gaat op een dag in augustus met de trein naar haar moeder. Ze koopt een treinkaartje in de hal bij de kaartjesautomaat. Terwijl Rita op haar kaartje en de teruggave van haar bankpas wacht, gebeurt er iets onverwachts. De man achter haar tikt haar op haar schouder en maakt Rita erop attent dat ze een tientje heeft laten vallen. Weet u zeker dat dat voor mij is? Ja, absoluut. Even uit uw tas. Rita pakt het tientje van de grond. Nadat ze de man heeft bedankt voor zijn eerlijkheid, pakt ze haar kaartje en haar pinpas en vertrekt. De volgende dag wil Rita boodschappen doen en ze besluit nog wat geld te pinnen bij een geldautomaat. Maar als ze haar pincode intoetst, wordt haar pas ingenomen. Wanneer Rita contact opneemt met de bank, wacht haar een onaangename verrassing. De bankmedewerker vertelt haar dat de bankpas die ze heeft gebruikt niet haar eigen pas is. Wanneer ze verder informeert, krijgt Rita tot haar grote verbijstering te horen dat er de vorige dag met haar eigen pinpas voor 8100 gulden is gepind. Rita blijkt het slachtoffer geworden van de zogenaamde tientjestruc. Een truc die vrijwel alleen plaatsvindt in stationshallen. De truc is meestal het werk van twee mannen. Een van hen kijkt welke pincode een slachtoffer intoetst, gooit vervolgens een tientje op de grond en maakt het slachtoffer daarop attent. Weet u zeker dat het voor mij is? De andere man maakt van de gelegenheid gebruik om de pinpas te verwisselen met een andere pas van dezelfde bank. Bedankt, hè. Rita Meilwijk heeft tot de dag van vandaag geen cent teruggezien. Je bent zo kwaad en ook ja, verdrietig. En gewoon op een mooie dag, dan ga je gewoon gezellig met je dochter naar je moeder. En dan gebeurt dit. Dan ben je van een op het andere moment ben je 8100 gulden armer. Door pure oplichting. Naar aanleiding van onze uitzending hebben zich bij de redactie tientallen mensen gemeld die ook slachtoffer zijn van de tientjestruc. Hun klacht is in alle gevallen hetzelfde. Ze hoeven niet op hulp van de politie te rekenen en de bank is meestal niet bereid het geld terug te geven. Maar het laatste nieuws is positiever. Twee politiekorpsen lijken eindelijk in actie gekomen. Gedupeerde Rita Meilwijk heeft een van de daders op het politiebureau op foto's herkend en de recherche neemt de zaak nu serieus in onderzoek. En ook de Utrechtse politie heeft een actie op touw gezet en heeft een bende op het oog die voornamelijk opereert op het Centraal Station in Utrecht. Het hopen is nu op snelle, concrete resultaten. Opvallend is dat het vooral postbankcliënten zijn die ons hebben gebeld. Een van de gedupeerden is bezig een belangenvereniging op te richten om zo samen actie te ondernemen en het geld terug te krijgen van de postbank. Wanneer u zich wilt aansluiten bij deze vereniging, kunt u contact opnemen met de redactie van Opgelicht. Misschien weet u iets over een van de onderwerpen in deze uitzending. Bent u zelf slachtoffer geworden van oplichting? Of wilt u een waarschuwing of een gouden tip doorgeven? Dan kunt u terecht op de uitgebreide internetsite van Opgelicht, te vinden onder www.opgelicht.nl.
onze site vindt u veel informatie en nuttige tips, maar u heeft er ook de mogelijkheid uw eigen verhaal aan ons door te geven. Bellen kan natuurlijk ook. Zoals u gewend bent staat de opgelicht tiplijn tot een uur na de uitzending gratis tot uw beschikking. 0800 5152. En uiteraard kunt u ook nog schrijven. Opgelicht postbus 35 1250 AA in Laren. Dit was Opgelicht. Volgende week kunt u op dit tijdstip kijken naar Vermist. Over 2 weken zijn wij er weer. Tot dan.